Pauline van der Meer-Moor. Binnen een aantal uur kunnen heel veel vluchtelingen aankomen. Hoe is dat verzoek bij u binnengekomen? Ik werd ongeveer 3 kwartier geleden gebeld door de burgemeester. Die vertelde dat er vanmorgen een verzoek van de regering was binnengekomen om in Rotterdam voor extra opvang te zorgen. En de burgemeester heeft ons dus verzocht om daaraan mee te werken en om onze sporthallen ter beschikking te stellen voor maximaal 250 vluchtelingen. Ja. Nu ben ik net snel even wezen kijken, maar er is nog helemaal niks, hè? Nee, er is nog niks, nog niemand. Dus wij zijn ook nog in afwachting van, de mensen van het COA en van het crisisteam die ons komen vertellen hoe ze het precies willen inrichten. Ja, want wat moet er allemaal komen? Bedden? Waar moeten we aan denken? Ja, opvangplaatsen voor de eerste opvang. Dus ik neem aan dat dat vooral bedden zal zijn, maar er zal catering nodig zijn. En dus een van de dingen die we nu moeten overleggen is, wat kunnen wij zelf doen en wat doet het COA? Dat weten we op dit moment nog niet. Nee. Maar het is wel zeker dat die vluchtelingen vanavond al aan zullen komen. De verwachting was dat dat vanavond al ging gebeuren. Ja. En voor hoe lang blijven die mensen hier? Dat is ook niet zeker, maar de eerste opvang is in principe voor 78 uur. Maar dat kan natuurlijk best zijn dat er dan verschillende groepen komen. Dus in principe voor onbepaalde tijd.